Een steekpaas waaruit een goal komt of zelf een goal maken? Het ligt eraan hoe mooi de steekpaas is. Maar als het een hele mooie steekpaas is, is het steekpaas. Ja? Ja. En wat kunnen we van jou verwachten op het gebied van doelpunten? Ik hoop veel, maar mijn verleden zegt niet dat ik heel veel maak. Dus nee, ik hoop in ieder geval hier meer te gaan scoren dan in Italië. Ja. De volgende. En sorry voor deze vast, want het is een beetje een flauwe. Pasta of stampot? Ja, dat is wel pasta. Ja. Duidelijk. Ja. Spelbepaler of stofzuiger? Spelbepaler. Ja? Je hebt misschien ook wel een beetje het predicaat van die scout die loopt overal de gaatjes dicht en die pakt balletjes af. Ja, dat vind ik ook geweldig, maar als ik mag kiezen, op spelbepaler zijn. Ja. Kracht of cardio? Cardio. Ja, wil je daar nog iets aan toelichten? Nee. kaarten of gamen? Gamen. Je bent niet iemand die lekkere audio's krentenbrood krijgt. Ja, nou, ook, maar ik doe ook heel vaak gamen met een van mijn beste vrienden. Dus ja, wat is dan? Wat zijn de games die je het liefst doet? We spelen echt van alles. Wanneer we iets slechter worden in een game, gaan we veranderen. Want we willen wel iets doen waar we goed in zijn. Dus. Goed zo. Van wie heb je het meeste geleerd buiten het voetbal? Ik mag maar één iemand opnoemen. Mag er ook twee noemen. Ah, dat is echt van mijn ouders. Uiteraard, mijn ouders. Ja. Op een vrije dag thuis zitten of het huis uit met familie en of vrienden? Thuis uit met familie en vrienden. Ja, wat zijn dingen die je graag doet buiten het voetbal? In Italië leer je wel om een hapje te gaan eten. Dus daar hou ik van. Nee, ik kan ook gewoon door de stad lopen met mijn beste vrienden en met mijn familie. En dan heb ik het ook helemaal aan mijn zin. Ja, ga je hier in Eindhoven wonen? Ik weet nog niet of het echt in Eindhoven gaat zijn, maar ik ga wel in de buurt wonen. Wat wil je op een plek waar je woont? Wat moet er zijn waardoor jij je op je gemak voelt? Een tuin voor mijn hondje. De laatste, als je een team zou mogen samenstellen van 4 spelers, waaronder jezelf. Welke spelers kies je dan en waarom? En dan mogen dan spelers zijn uit het heden, uit het verleden. Dus ik moet er zelf in staan. Je mag er zelf bij staan. Moet of mag? Dan ben jij de nummer 5. Okay. Kies er 4 en kies your favorites. Oké, dat is wel heel moeilijk hoor. Dat is moeilijk om nu gelijk zo 1-3 te antwoorden. Dan ga ik daarna spijt hebben in de auto, denk ik. Maar dan zou ik zeggen, later, dan zou ik zeggen een keer op terug. Busquets, 100%. Modric, De Bruyne en Messi. En voor wie zou je dan de eerste wissel toepassen dat jij er weer in komt? Ja, Busquets. Voor die andere, die moet je er altijd in laten staan. Top. Hartstikke bedankt. Alsjeblieft. Thanks.